staande baantjes trekken. Hey, een hele goede morgen en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Leroy en ik heb vandaag zo geen zin. Ik weet niet wat er aan de hand is de laatste tijd, maar ik slaap slecht. Ik word altijd heel erg vermoeid wakker. Dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is met mij, maar op zich... Ja, jongen, wat gaan we doen? Op zich wil ik daar niet te veel over klagen, want we moeten toch gewoon doen wat we doen. Maar we hebben vandaag 13 adresjes, even een pelletje hier, pelletje daar. We hebben één iets grotere order erbij, bij één klant 13 adressen. Dus ja, we gaan vandaag maar weer kijken hoe ver we komen en wat het allemaal gaat brengen vandaag. Twijfelen of ik vooruit die er wel op zou moeten rijden. Ik heb het wel gedaan, zoals je natuurlijk hebt gezien. En ik dacht van, nou, het is toch breder dan ik dacht. Maar ik kan hem hier niet rondtrekken. Misschien kan ik hem een paar keer steken of zo, dat ik dan toch weer vooruit eraf kan. Dat weet ik even niet hoe we dat moeten gaan doen. Maar ja, achteruit erop steken was ook bijna geen optie vanaf die weg. Ja, je hebt natuurlijk gezien op wat voor soort weg we reden. En achteruit erop draaien, dat gaat haast niet, want dan draai je achteruit erop en dan zigzaggend hier naartoe. Dus er is denk ik wel een mogelijkheid om hier te keren, want ik neem aan dat ze niet standaard achteruit erop komen draaien. Daar geloof ik niet zo in. Dus nou, we gaan in ieder geval even één palletje lossen. Zoveel moeite allemaal voor één palletje. En dan gaan we eens even kijken bij de volgende hoe we daar weer terechtkomen. Ik had al gezien dat het een gamma is. En die zit volgens mij wel een beetje op een soort industrieterreintje. Als ik het niet mis heb. Maar dat gaan we zo meteen zien. We gaan eerst deze even lossen, jongens. Goederen ontvangst. Nou, jongens, dit is de bel waar je op moet drukken. Nou, wij gooien even alvast de deurtjes open. En dan zet ik het pelletje vast achter op de rand in de hoop dat hij met de hefdruk even eruit komt scheppen. En anders haal ik het klepje eronder uit. Het is niet anders, toch? Oh jongens, ik ben zo niet blij met mezelf. Ga maar schellen. AVV Mechelen. En ik heb helemaal niks voor deze gamma. Dus al die moeite voor niks. En een beetje stom van mezelf dat ik niet opgelet heb. Waarom heb ik niet goed opgelet, jongens? Al die moeite voor niks. Het is niet makkelijk. Ik moet hem hier rondgooien. Dus ik ben erg benieuwd hoe we dat gaan doen. Maar we gaan het even meemaken. Ik ga het gewoon proberen. En boem is ho, hè. Moet maar. Moet maar. Ik stap wel gewoon een paar keer uit om te kijken of het gaat of niet. Ja, nee, 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 nee. Lekker vierkante baantjes trekken. Nou, je kan lullen wat je wil, maar we hebben hem wel mooi rondgetrokken. Oh. Maar nou moet ik nog eventjes bellen en de boordcomputer even doen. Dan zet ik hem hier eventjes aan de zijkant neer en dan kunnen de auto's in ieder geval er gewoon door. Terwijl ik dat dan even ga uitvogelen, weet je wel? Thank you.
slechter. Iedereen. En als je niet content bent, gaat dan door zonder af te geven. Iedereen moet wachten. Als hier bij wijze van spreken 10, 15 man werkt, dan gaat dat maximum helemaal alleen voor 5 zieken deze week. Ja. Ja. Dat moet ik maar doen, hè. Ja, hij was al aan... rustig aan. Hij was al aan het toeteren en zenuwachtig aan het doen, ik ja, denk. Ik zie dat. Oh my, zo. Ik denk, waar had hij nou last van, joh? Mijn bas is amai, dat is een ongeduldige aan de oort, joh. Ik weet al wie dat is. Die zwitte. Dat denk ik zo. Dat is altijd, die kleine camionetten, die hebben nooit tijd. Ja, mij maakt het niet uit, hoor. Als ik het niet red, neem ik de helft mee terug. Ja, joh. Ja, chill, ja. Dan ben je een beetje voor, oké, okay, joh. Ja. Hij moet precies dringend ergens zijn, er is iemand dood. Er is iemand gestorven. Toen ja, precies. Een collega van mij net, die vriendin is aangereden door een vrachtwagen in de gat. Wat moet die jongen zeggen? Die zit met... Dat zijn zulke gasten die dat doen. Ja, voilà. Nou, we hebben even een kort gesprek hier gehad met die meneer over zenuwachtige chauffeurs en dat soort dingen. En je merkt het steeds meer, hoor, dat mensen allemaal geen tijd meer hebben of zenuwachtig zijn. Hier ook een chauffeur op een bakwagentje, die deed net alsof hij heel veel haast had, dat weet ik voor wat. Nou, ik zal de verhalen voor de rest niet vertellen. Want ja, wat heb je eraan? Zo moet je het ook maar zien. We zijn nou onderweg naar een adres, daar heb ik die 13 pallets, die vrij grotere orde. Ik weet niet wat ik daar kan filmen, of het überhaupt wel te doen is. Ik ga mijn best voor jullie doen om daar wat te filmen. Althans, proberen. Het is 5 kilometer, dus het is ongeveer een minuut of 10 of zo. Dus ik zie jullie daar. Buiten wachten. Dat is een mooi moment om even de richtlijst door te nemen om te kijken waar we allemaal nog in terecht komen. Dus ze zijn daar lekker aan het laden en lossen. Nou, we hebben daar even een hapje gegeten. Het is inmiddels al vrij laat. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat zeker even een reactie weten. Doe even die duimpjes omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. En ben je geabonneerd, druk dan even het belletje op alles. Zo mis je geen video wanneer ik weer wat geüpload heb. Dankjewel voor het kijken.